Ik ben serieus imposter. Samen met Eva! Woe! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn allebei imposters. Oh, dit is echt leuk. Oh my god. Oh my god. Ik heb gewoon Harm gekild. Harm was ook degene die wou opnemen. En Ronald ook. Dit was echt heel erg snel. Ik kan het uitleggen. Oké, Harm was kinda sus, maar nu niet meer. Weet je wie best wel sus is? Nicky. Nicky? Nicky liep van de cafetaria naar links, ik liep naar rechts. En in één keer was hij in de navigation. Het klopt niet. Weet je hoe dat komt? Omdat ik mijn map opende en zag, oh, ik moet toch rechts wezen. Toen ben ik weer naar rechts gelopen. Waarom ben je dan niet tegengekomen? Ronald, kom op. We ik liep meteen naar rechts. Ronald helemaal in de stress, Ronald, meteen niet naar de cue. Dit is inkompotje, hè? Ja. Nee, het kan zijn dat je niet helemaal helder bent nu. Oké, en dat doe ik skipphone. Link die zei, voordat we begonnen, oh kijk, ik ben imposter. En ik denk dat we dat gewoon serieus moeten nemen. Nou, jongens, ik vind het te onduidelijk. Ik skip hem. Ik skip. Ik vind als je vingertje gaat wijzen en er is geen bewijs, dan... Ja, maar... Ik denk dat we Nicky gewoon van het schip af moeten mieten. Ja. Nou, Eva doet echt gewoon helemaal geen fluit. Die loopt alleen maar rondjes achter mij aan te rennen. Ik moet even iemand hier in de buurt zoeken. Als ik iemand hier in de buurt zoek en ik sluit die kamer af... Dat zou echt super chill zijn. Maar dan moet ik eerst iemand vinden. Nee, hier moet ik niet zijn. Oké, Joost liep naar links. Ik zou Joost kunnen killen. Eva is hier ook. We moeten dit echt tactisch spelen. Ik hoop dat Eva tactisch speelt en niet zomaar iemand killt. Oh, zijn twee dood. Wait, wat? Ik heb een report gedaan. Oh my god, zeg een bordje. Oké. Luister. Waar lag hij? Lichten waren uit, ik was bij admin. Toen was ik letterlijk, omdat lights out gingen, was ik reportknop aan het spammen terwijl ik naar electrical liep om de lights te fixen. En ik zag opeens dit en ik wist niet, ik heb de body niet gezien. Oh, maar okay. Er ligt wel een body. Waar was dat? Ja, het was wel maar, een body. Hoe? Ik vond de body. Oké, Nicky is het. Maar ik was niet... Oké, zo gaan we niet snel genoeg om op report te drukken. Maar uit die kamer kwam Eva lopen. En toen liep ze, toen ik erin, weer terug naar de body. Dus dat ik van, waarom report je dan? Ik zat in die... Ik was dat ding aan het doen, dat minigame. En in één keer zag ik dus die body daar liggen. Toen maar ik je kon weer terugrennen naar de body. Ik zag later dus die body. Ik heb de body niet eens gezien. Okay. Ik heb gewoon de report button gespamd terwijl ik niks zag. Ik suspect Eva. Dit is een beetje nieuw voor mij, jongens. Ik suspect twee mensen. Ik heb nog geen mening. Ik skip hem. Ik skip hem. Waarom verdenk je mij? Oh, nou, stop, Vincent. Je stemt gewoon een mama eruit. Dat kan echt niet. Doei baby. Double kill. Yo. Dit is mooi balen. Achteraf hadden we veel meer moeten killen. Dus als ik slim ben, zet ik de elektriciteit uit. Jacco moet ik niet killen, want als ik Jacco kill, dan ben ik de pineut. Ik moet Link eruit. Ik moet Link killen. Hoe dan ook, ik moet en zal Link killen. Want als ik Link niet had gekillt, dan had hij mij gewoon gepakt. Link is te slim. En nu maar hopen... Ik stond heel lang bij security te kijken. Ik heb alleen niemand die kill zien maken. Dat was wel jammer. Dat kan trouwens Duncan beamen, want die stond naast mij. Can confirm. Ja. Ik was in reactor terwijl Nicky in security stond. En ik heb Nicky twee keer gezien. Ja, Wilbo en ik stonden rechtsboven in de map. En ik heb hem bij het gangetje tussen bij de ingang van electrical zien liggen. Wacht, als jij samen met Duncan bent en ik met Wilbert rechtsbovenaan waren, dan zijn alleen Jacco en Ronald over. Ronald was letterlijk bij Link toen zij... Ronald en Link waren allebei lights aan het doen. Ja, met knopjes waren we toen bezig. En toen hadden we een soort van... Ik wist niet dat dat samen moest allemaal. Dus hele tijd mijn knopjes samen. Maar ik vind dan Jacco wel verdacht stil. Ja, maar Jacco... Ik was mijn opdracht aan het uitvoeren. Welke opdracht? Ja, dat zeggen ze allemaal. Met draadjes verbinden, echt waar. Oké. Ik vind Jacco wel verdacht stil. Jacco? Ja? Heb je het gedaan?
Nee. Jacco die overtuigend nee probeert te verkopen hier. Ik wil even snel een vraag stellen. Ronald, wat heb jij gedaan na Lights? Na elektriciteit ben ik richting, liep ik richting admin toe, want ik had in één keer daar ook die bedrading die ik wil doen. En ik moest nog een keer de container linksbovenin. Okay. Of het is self-report. Rot op, Ronald! Nee, je bent nog steeds mijn eerste subject! We hebben nog 20 seconden, ik vind het te lang duren. En ik vond Jacco te stil, ik heb gestemd. Ik vond Jacco te stil, hij is gewoon te stil. Ik was samen met Wilbert, jij was samen met Nicky. En Jacco is te stil. Ik ben het niet. Ik skip hem. Ik weet niet wie het is. Oké, het is Jacco. Jacco die zegt ik skip hem. Sorry hoor, ik was het niet. Je bent nog steeds mijn nummer 1, subject. Ik ben het niet. Oké, ik moet nu echt even mijn volgende plan uit gaan werken. Oké, ik moet Duncan vinden. Als ik Duncan vind en ik kan hem neerhalen, dat zou het meest mooie zijn. Wie moet nog test doen? Ik ben bijna klaar. Ik moet er nog twee. Ik ben ook bijna klaar. Ik ook. Ronald liep met mij mee en die heeft gezien dat ik een opdracht heb gedaan. Onderwerpen stond Wilbo stil en ik weet niet waarom. Wow, stond ik stil? Stond hij stil? Waarom zou je stilstaan? Waarom zou ik stilstaan? Dat is wel een mysterie, of niet? Zo verdacht. Dat is oprecht wel heel verdacht. Ja. Okay, ik kan, ja, heel eerlijk, ik kan dus niet confirmen of denyen dat Nicky de suspect is. Wilbert ving nu een beetje sus. Basis van wat hier wordt verteld. Ik hoor Wilbert een leugenstem. Het is Wilbert. Ik vind het raar dat Wilbert niet weet hoeveel tests hij moet doen. En Nicky is bijna klaar. Dus we zouden eigenlijk ook gewoon Nicky kunnen volgen. Ja, best. En haar helpen met haar test. Dan is het toch logischer om Nicky te volgen en Wilbert eruit te stemmen. Aangezien die ook stil stond, wat Ronald zei. Nee, ja, Ronald heel eruit, misschien hoor. Wist ik niet hoeveel tests ik moest completen. Omdat dit de eerste keer is dat ik het speel. Ja, fair enough. Ik denk dat we Ronald eruit moeten werken. Ja, dat denk ik gelijk hard bij de nee. Geef dan een goede reden. Er is ik heb omdat al jij gelijk op mij ging zonder reden. Ja, Ronald, die duikt de hele tijd op mensen meteen, instantly. Okay. Dus dat vind ik best wel verdacht. Ja, best wel verdacht. Oké. Ronald heeft het maar. Ik weet het. Was Ronald het? Succes! Oké, dit gaat eigenlijk nog best wel soepel om heel eerlijk te zijn. Nu is alleen mijn enige taak is Duncan eruit te jagen. Maar ja, dat gaat me niet lukken. En als Duncan samen met Nicky de hele tijd is, en Nicky hier dus test staat te doen. Wow. Oké, ik loop serieus naar die elektriciteitsding toe. Ja. En ik zie, hoe heet dat, Duncan er ook naartoe gaan en ik liep nog even in die verzamelhok rechts daarvan. Ik weet niet hoe dat heet. Kan je hier de namen vinden van de map? Dus waar wij er ik heb die map niet staan, open. Maar ik stond rechts waar ook die sherrycan stond en zo. En Duncan die was in de elektriciteitsding aan het fixen. En ik loop daar naar binnen om te kijken en toen lag hij daar. Ja, ik ben daar niet geweest. Ik zag die pijl komen. En toen ben ik in, ja, ik weet niet precies waar ik was, maar ik was wel aan de rechterkant. Ik ben electrical, ben ik niet eens langs gelopen. Maar ja, aangezien Duncan de hele tijd Nicky protecte en aangaf van, ja, luister, Nicky voert gewoon haar opdrachten uit. Dan zeg ik Wilbert, maar als jij het bent, Vincent, ben je de lul. Ik was bij Weapons en daarna ging ik naar beneden omdat ik daar nog een task moest doen. Ik heb eerlijk gezegd helemaal niemand gezien. Maar dus dan ben je ook niet helemaal op de elektriciteit afgelopen? Nee. Oké. Ik denk dat Wilbert het is. Ik heb ook besloten. Aangezien jij niet op de opdracht afloopt, vind ik dit toch wel vrij verdacht. Oh, ik was er net heen aan het lopen. Nou, dan moet ik op één van jullie of ik stem op Nicky dan. Ik steun Nicky. Ik ben het toch niet? Ik heb toch al vaker Ik ben gezegd. Het ook niet. Nou, juist wordt tijd om een nieuwe vriendin te zoeken. Ja, ik ga het sowieso uit. Hoppa! Victory! Het was het stel. Hoppa, de fietsmama! Oh, wat? Fietsmama! Hey, Wilbo en Nicky, ik wil mijn excuus aanbieden, maar ik was te zelfverzekerd. Ja, nee, dat blijft. Mag ik wel een applaus voor dat ik Eva zo snel gekald heb? Ja, dat heb wow, ik echt dat ik denk dat Wilbert het heeft gedaan. Ik ben een crewmate. Oké, ik moet dus tactisch gewoon mijn missies uitspelen. En ik ga ze ook gewoon zo snel mogelijk uitspelen. Oké, deze duurt te lang. Ik ben hier weg. Ik ga hier niet zo lang wachten. Als ik nou gewoon even snel twee missies doe, dan ren ik gewoon niet die kant op. Dan kan ik gewoon snel twee missies halen. Oké, zie je? Ik heb twee tasks gedaan. Er staan hier gewoon lekker veel mensen. Ik kan gewoon heel, heel chill met tasks hier doen. Kijk hoe snel dit gaat. Lekker hoor. Het was de hele tijd bij admin, bij Link in de buurt. Ja. En ik had Harm eventjes gezien in storage. Toen is Harm volgens mij wel naar boven gelopen. Kan dat kloppen?
Nee, ik was in admin. Harm was in admin. Harm was samen met jou. En dat zag ik ook, want ik ging naar beneden. Ik was in ieder geval de hele tijd bij admin en stores. Toen heb ik even gecheckt. Toen zag ik twee mensen in cafetaria. Toen dacht ik, oké, wacht. Misschien is daar een kill gemaakt. Dus ik liep met report button spammen. Eerst naar linksboven, toen naar rechtsboven. En daar was de kill gemaakt. En zag je ook wie daar waren dan, of niet? In cafetaria dan? Weet ik niet. Ja, in admin kan je alleen poppetjes zien. Niet mensen. Ik zat op security en ik zag eigenlijk inderdaad wat geroezemoes moest bij admin. Ik zag volgens mij Eva lopen van MadBay, Upper Engine naar cafetaria. Ik weet niet zeker. Ja, ik zit in security room. Daar zit ik nu. Ik kan even daarop confirmen. En ik ben bij navigation nu. Ja. En ik was bij admin. Daar kwam ik vandaan. Dat heb ik ook gezien. Jacco. Ik was eerst toen de storing er was, liepen met z'n allen naar de admin room. Vanaf daar was ik naar de MadBay. En dan moet je 60 seconden wachten, dacht ik. Jacco is mij echt meerdere malen al tegengekomen links onderaan in de map. En hij had me daar al een paar keer neer kunnen maaien als hij dat wou. Ik liep alleen aan de onderkant van de cafetaria, maar ik heb niks gezien. Dus er is niemand daar geweest bij de cafetaria? Ja, Eva dus. Net die minigame gedaan met die security, weet je wel, dat je die wires moet gaan connecten. Maar was je ook heel lang security aan het kijken? Nee, dat was niet. Nee. Oh. Ik was niet security aan het kijken. Ik zat op security. Ik dacht dat Eva dat was, aangezien ik daar aan kan, zag ik Eva daar staan. Dus vandaar. Joost, kan jij vouchen voor Eva? Ik heb Eva niet gezien. Ja, wel in security, maar voor de rest heb ik haar niet gezien. Ik heb ook bij security gezien. Maar ik weet het niet. Ik skip out. Ik doe skip out. Ik vraag me echt af wie het is. Ik gok Joost. Ik vermoed echt Joost. Ik denk echt dat Joost het is. Ja, het zijn Joost en Jacco. Joost en Jacco. Sowieso. Ik ga direct naar die emerge knop. Sorry hoor. Maar ik zie Joost en Jacco echt super verdacht de hele tijd achter elkaar aanwandelen. Was echt aan het kijken wat hij aan het doen was. Ik vond het zo raar. Ik liep zeg maar naar beneden, naar Shields, en toen heb ik daar een test gedaan. Toen kwam ik hem tegen in comms. Toen wilde ik teruglopen, toen volgde hij me, dus toen liep ik weer de andere kant op de volgende. Ik zat gewoon een beetje te testen wat hij nou aan het doen was. Het is één van de twee. Ik zie hun twee alleen maar achter elkaar aanlopen en ik zag echt wat... Als één van ons beiden was geweest, dan hadden we sowieso die kill, dat was de kill gemaakt. Maar ik was hem aan het testen of hij het was, door hem gewoon een beetje te teasen zo. Ik weet niet, Jacco, ik weet niet wat jij aan het doen was. Jacco was bij mij, maar hij liep weg bij mij. Ik liep eerst naar de storage room, vanaf daar wou ik bij... Communication, dacht ik dat het was. Wie kwam ik daar nog meer tegen in de gang? Volgens mij Link toch? Wacht even. Eva zegt nu, ik was deze met Jacco, maar Eva was bij security. Ja, in die andere kamer, ik weet niet hoe die kamer heet hoor. Daar was Jacco niet. Jacco was niet in security. Jacco was zeker niet in security, daar ben ik nu. Ja, maar jij zei dat je bij Jacco met Jacco was. Nee, net was Jacco liep achter mij aan en toen liep hij in één keer weg. Maar Jacco ging dus toch richting navigation of communication? Nou, dus dat klopt allebei jullie verhalen niet. Nou ja, dat is de andere kant van de map. En Vincent kunnen confirmen dat Jacco bij ons was. Dus dan zit Eva te kijken. Dan zit Eva waarschijnlijk Jacco in te trekken. Nee, helemaal niet. Nee, ik... Oké, in die kamer, onder... Ik weet niet of dat onder cafeteria is. Wacht even, wat is die kamer die bedden? Met is dat geen bed? Ja, ik zie een andere kamer met... Ja, en dan daaronder... Daar was Jacco, die liep achter mij aan. En daar ging hij dus weg. En toen liep ik naar de security kamer om, zeg maar, die wires te doen. Dus net langs de security kamer. Oké, we hoeven voor de rest niet te stemmen. Want nu hebben we main suspicion, Jacco en Eva. We gaan gewoon een rondetje kijken wat er gebeurt. Ja, en dan kunnen we kijken of ze het doen of niet. Ja, ik heb Eva al gestemd. Ik ga Eva checken. Het is super verdacht hier. Zeg niet normaal. Ik gok echt dat Joost het is. Link loopt er ook wel heel snel achteraan, hoor. Ik wist het! Ik had het goed! Ik wist het! Wat een rat! Vanaf nu doet hij nooit meer mee. Ik heb al mijn tasks complete. Yo, ik zag hem bij Shield liggen, daar onderin. Okay. Ik liep daar samen met Wilbo, volgens mij. Yes. Mag ik even één dingetje zeggen over de vorige ronde? Ik heb de hele tijd met Eva gechilled. Ze was wel heel lang aan het chillen in security. Maar ze heeft in Reactor een taak gedaan en de bar ging omhoog. Vervolgens loop ik Electrical binnen, werd ik gechased door Harm. Voelde ik me niet heel lekker bij. Het was een beetje een awkward moment bij Electrical. Link, waarom stond je daar echt... bijna 5 minuten AFK, wat deed jij dan? Ik ben klaar met mijn task en ik ging gewoon elke keer checken of er iemand daar dood wordt gemaakt. Dat is de nummer 1 spot waar mensen doodgaan. Dus als er dan twee mensen zitten, ik wacht tot één iemand uitkomt, dan ga ik even naar binnen checken van leeft diegene nog, is die er nog? Duncan, ben je klaar met je task? Nee, ik moet er nog 1 in Electrical. Nope, ik moet vast maar nog 2. Ik moet er ook nog een paar. Ik moet er nog een paar, 2 dacht ik. Joost? 2. Ik heb volgens mij ook 2.
Oké, nou, ik ben als enige klaar. Dat is helemaal klaar. Maar beter dan nu denk ik niet gaan Link, valt. Link, alsjeblieft met mij mee. Als ik dood ga, naast Duncan, dan... Okay. Ja. Dat weten we genoeg. Ik moet 100% Joost. Ik ga gewoon Joost volgen. Ik denk dat het Joost en Jacco is. Sorry om te onderbreken. Ik heb eigenlijk gewoon clearance. Want Link is met mij meegelopen. Ik kreeg daarna nog een task in O2. Dus daarom wilde ik graag dat jij met mij meeliep. En Eva die was ook bij mij. Die is ook best wel clean. Eva liep wel de laatste moment met Harm. En toen wij langzaam liepen, ging Harm terug. Naar ons toe. Ja, ik checkte jullie even. Ik checkte jullie gewoon even. Ik wou bij die lower engine room die test starten en toen ging het alarm. Ben ik naar die O2 room gegaan, nou, toen was het alarm net uitgezet, wou ik terug en toen was ik op die knop gedrukt. Ik moest links zonder een test doen, alleen toen ging de alarm af, dus ik moest weer daar weg. Is het Eva niet? Jawel, Eva is het. Ik denk Eva en Jacco. Jacco, waarom liep jij zo lang achter me aan? ik ben klaar, dus ik wil eens in de gaten houden. Ja. Dus je liep mij echt vanaf met... Oké, wie is nu nog niet klaar? Ja, ik ben denk ik. Oké, wacht, dat is niet goed gevraagd. Dan gaat iedereen door elkaar praten. Duncan is klaar, Harm is klaar, Wilbert. Klaar. Oké, Jacco. Klaar. Joost. Klaar. Eva. Ik moet er nog één. Gaan we met Eva mee? Okay. Alleen imposters gaan het reporten, want dan kunnen ze verder komen. Al ben je innocent, niet reporten, laat Eva haar task doen, oké? Okay? Als ze met z'n tweeën zijn, moet ze nu een dubbelkill maken. Het is Joost. Ik wist het, Jacco en Joost. Het is Joost. Jacco en Joost. Oh my god. Ik wist het. Ik zei het toch. Ik heb het vanaf het begin al gezegd. Maar ik werd geblokt door die deur. Jongens, ik heb beide namen gewoon direct gekald. Ja, allebei. Ouwe. Mocht je er nou een toffe video vinden, druk dan even kaart op het duimpje omhoog. En ja, mocht je dit vaker willen, laat het even zeker weten achter in de reacties. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe video. Ciao!